Affalay aanvoerder? Wel apart. Maar ik vind dat niet zo vreemd. Nee, ik heb ook echt ontzettend veel zin om Ibrahim Affalay weer met een bal aan de voet aan het werk te zien. Dat was zo'n geniale voetballer. Snijboon, ik heb er fantastisch veel zin in, maar ik denk niet dat hij meer dan 16 minuten gaat spelen. En daarom vind ik het raar dat je aanvoerder bent. Nee, ja, maar aanvoerder, kijk, waarschijnlijk, want hij traint wel gewoon vol mee. Van Bommel is echt wel slim genoeg om in die voorbereiding nu gewoon te zien hoe die jongen zich manifesteert in een groep. En als je kijkt naar die selectie, denk ik dat Ibrahim Affalay de logische leider is van die PSV-selectie. Het kan twee kanten opvallen. Of Van Bommel ziet dat Affalay dus inderdaad na de winterstop weer een niveau gaat halen waarvan we allemaal gaan zeggen, wauw, dat is die superster die inderdaad ooit tot Barcelona 1 is opgeklommen. Of het legt een probleem bloot bij PSV, is inderdaad wat ook nu wat jullie een beetje tussen neus en lippen doorzeggen, is dat er dus blijkbaar geen supertalent is of ander talent daaronder die het verdient, zowel qua voetballend vermogen als qua uitstraling, om à la Matthijs de Ligt bij Ajax vorig jaar die band al te krijgen. Dus dan is het een teken van armoede eigenlijk. Ja.